Hoi en welkom of welkom terug op mijn kanaal. In deze video ga ik verschillende methodes uittesten om de watervlekjes van de douchedeur af te krijgen. En dan met name een glazen douchedeur. Die wat wij hierin hebben, die hebben we best al lang. Of die zit in ieder geval al heel lang in dit huis. Ik denk een jaar of 10. En daar zitten dus van zo'n kalkvlekjes op die ik bijna niet eraf krijg. Ook niet met schoonmaakmiddelen, ook niet met antikal. Dat blijft er gewoon op zitten. Dus ik heb wat onderzoek gedaan en ik ben verschillende manieren tegengekomen die ik met jullie wil gaan testen. Ik ga proberen om het zo goed mogelijk op beeld vast te leggen, zodat jullie precies zien wat ik bedoel. En ik hoop aan het einde van de video dat ik voor jullie ook de oplossing heb waardoor het weggaat. Op het eerste gezicht lijkt de douchedeur helemaal mooi schoon. Maar als ik er iets zwart achter houd, in dit geval een broek, dan zie je wat ik bedoel. Ik word hier echt helemaal gek van. Dat blijft gewoon op de deur zitten. Maakt niet uit wat ik doe, maar ik blijf dus dit soort vlekjes houden. En dat is niet van de broek of zo, dat is echt de vlekjes die op de deur zitten. Dus dit bedoel ik. En ik ga kijken of ik dit ervan afkrijg. De eerste manier is met een vaatwasblokje. En dan niet zo eentje als Dref, zeg maar dan echt zo'n blokje. En dan de folie eraf halen. Een tweede manier is zo'n Magic Eraser of zo'n vlekkenspons. En een derde manier is afwasmiddel en azijn. Met natuurlijk een niet-kassensponsje. Ik ga als eerst het mengsel maken van het afwasmiddel en de natuurazijn. En dat doe ik in een bakje. Wanneer het mag werken, dan doe ik het ook in zo'n spray van IKEA, die ik laatst ook liet zien. Dat is gewoon een tomatenspuit en die is voor mij 99 cent of zo. Dus ongeveer de helft van deze doe ik erin. En de andere helft vul ik met azijn. Ik gebruik even de achterkant van zo'n schoonmaaktandenborstel om het te roeren. Ik verdeel de deur denkbeeldig even in 3 vlakken. Dus gewoon zo. Want dan lopen we nog niet in elkaar over. Neem met een sponsje dit op. Als je de spray hebt, kun je het insprayen. Voor te testen gebruik ik even een sponsje. En dan doe ik een ruime hoeveelheid aanbrengen op de deur. Dit laat je vervolgens een aantal minuten intrekken. Ik doe ongeveer een kwartiertje. Dan de Magic Eraser. Die gebruik je gewoon. Die heb ik vochtig gemaakt met water. En daarmee kun je ook gewoon over je deur heen gaan. Voor de techniek met het vaatwasblokje haal je de folie natuurlijk ervan af. En dan spray je de deur gewoon nat met water. En dan ga je er met het blokje gewoon overheen. De hele deur, want ik hoop niet dat het kast. Ik heb veel onderzoek gedaan, maar ja, ben bang. Het klinkt in ieder geval alsof het een beetje krast, maar daarom test ik het voor jullie uit. Iets langer ingetrokken. En nu ga ik met de scrubkant van een niet krassend sponsje over de vlekken heen. En wat ik om een stukje ook nog ga proberen is daar wat baking soda op te doen. Dus dat doe je gewoon op je sponsje. Wrijf het een beetje uit. En dat zorgt ervoor dat je nog wat meer scrubkracht hebt. En dan spoel ik het af.
laatste droog het na met een glasdoek. De deur is in ieder geval wel heel glanzend. Alleen de waterdruppels zitten er helaas nog steeds. Ook hier. De douchedeur op zichzelf is wel helemaal glanzend. Dus ook van deze kant. Is wel heel erg mooi. Helaas hebben alle drie de methodes niet het gewenste effect wat ik had gehoopt. Maar ik bedenk me nu, het kan ook natuurlijk een soort van glascorrosie zijn. Het kan ook natuurlijk op je douchedeur komen. Dus ik denk dat het dat is en dat het enige wat helpt is een bedrijf het laten polijsten. Maar ik weet niet of het wel de moeite waard is. Dus als je doet bij de eindezaak, hij glanst wel heel erg mooi. En je moet wel ook je best doen om het te zien. Alleen ja, ik ben zo iemand, ik zie die dingen. Mocht je echt kalkresten en zeepresten hebben, dan zou ik de eerste methode aanbevelen. Dus 50% afvalsmiddel en 50% natuurazijn. Dat laten inwerken en dan met een niet krassend sponsje eroverheen. En eventueel kun je dus wat bakingsoda toevoegen. Bij mij heeft dat in ieder geval niet voor krassen gezorgd. De Magic Eraser zorgt ook niet voor krassen, maar doet ook niet heel veel. Dus je kunt het altijd proberen bij je eigen douche natuurlijk. Maar ja, ik ben er in ieder geval niet tevreden over op die manier. En het vaatwasblokje zou ik absoluut niet aanraden. Ik voelde dat een beetje terwijl ik het aan het doen was, maar dat, ja, het kan zijn dat die krassen er al in zaten. Maar ik durf het jullie gewoon niet aan te bevelen op die manier. Maar ik dacht, ja, de ruit is toch wel heel oud en als ik het niet probeer, weet ik het niet. Maar dat zou ik gewoon niet aanraden. Natuurlijk kun je het voorkomen door de ruit met een trekker of wisser, raamwisser af te nemen na het douchen. Zodat het water zich niet daarop kan verzamelen en kan opdrogen. Maar nogmaals, wij wonen hier 2 jaar en die douche zit er misschien al 10, 11 jaar in. Dus ja, na een verloop van tijd, als mensen dat niet altijd doen, krijg je dus dit. Dus mocht je het ook hebben, het kan heel goed zijn dat het glascorrosie is en dan helpt echt niks meer. Dus ik ga het maar denk ik accepteren. Vinden jullie het leuk dat ik dit soort experimenten samen met jullie doe? Of zeg maar dat ik het gewoon film of het werkt of niet gewoon upload? Of zeggen jullie, we willen echt alleen dingen zien die werken? Want dan kan ik daar namelijk in de toekomst rekening mee houden. Maar ik dacht, ik spaar jullie op deze manier allemaal uit te proberen. Jullie weten in ieder geval dat de manier met 50% afvalsmiddel en 50% azijn, dat het wel heel goed is tegen kalkaanslag en zeepresten. En dat de douchedeur er ook heel erg mooi van gaat glanzen. Gebruik overigens alsjeblieft altijd een niet krassend sponsje op een glazen deur. Want je wil natuurlijk niet dat die helemaal schoon is, maar dan vol zit met krassen. Ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk en leerzaam vonden. Laat zeker achter in reacties of jullie dit vaker willen zien. Of dat jullie echt alleen maar de bruikbare tips willen zien. Verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!